ben, zoals ik ben. Ik ben een doodgewone Utrechter en ook een gentleman. Ik ben gewoon, zoals ik ben. Ik spreek mijn eigen dialect, omdat ik echt niks anders ken. Ik praat misschien... Hoe hoog schat je deze toren dan? Wow, heb je wel eens op internet gekeken? Als ik moet schatten, dan denk ik toch gauw dat het een meter of 7,38 is. Hoe kun je dat nou aan een echte Utrechter vragen? We weten allemaal 112 meter. Ja, 112 meter. Maar ik heb het nog eens een keer eventjes opgezocht op internet, hè, op Wikipedia. Hè. Mm-hmm. Er zit nog 30 centimeter erbij. En zei hij, er zit nog 30 centimeter eigenlijk, want je moet dat hele torentje, hè, waar we net boven helemaal geweest zijn, moet je ook nog meegeven, weet je wel, die spits. Ja, wat ja. Is er later bijgekomen, weet je ja, dat nog? Okay. Ja, oké. Ja, zeker ja. Het torentje, het haantje, ja, klopt. En nou heb ik, is er een potje binnen bij waar wij net waren, bij de toeristenshop. Ja. En dan kan je dus, vooral toeristen, iets ideaal voor toeristen, kunnen dan... geld in dumpen. Wat ze wel weer in 2077 of die periode dat het Domtoren toen ook gescheiden was, hè, ja. Willen ze dus het middenschip weer terug gaan bouwen. In 2077? Ja, want in 2077... daar gaan we nog wel even van genieten. Ja. Maar ik niet meer, Ad. Nee, maar zoiets heb ik begrepen dat het dan... Okay. Omdat toen in 70... De dom weer aan elkaar, de singles weer terug. Ja, maar de singles gaat sneller, hè? Ik had een vraag aan jou. Wat ben jij eigenlijk geboren in Utrecht en getogen? Ik ben geboren eigenlijk in de Paramaribostraat. Dat is een beetje Utrecht-West, bij de Vleutersenweg, die kant uit L'Avenue Renea. Daar heb ik vanaf mijn geboorte gewoond tot mijn 15e, 16e. Hoe kom jij erachter dat je heel goed kon zingen? Had je dat geoefend in de douche? Heb ik van mezelf nog nooit gezegd. Oh. Dat ik goed kon zingen. Nee. Dus niet onder de douche geoefend of zo? Nee, nooit. Nee. Het is eigenlijk gekomen. Ik zong natuurlijk altijd al graag op bruiloft als er een bandje stond. Vroeger stonden de bandjes en dan vroeg ik of ik een paar liedjes mocht zingen. En toen op een gegeven moment ben ik een beetje in cafés gaan werken. Ja. En voor de cafés waar ik werkte, als de mogelijkheid was, een beetje achter de bar liedjes zingen. Ja. En toen kwam, toen de tijd had je de Vormers en die waren met een project bezig om een cd te maken met allemaal Utrechtse artiesten. En daar moest je dan een bepaald bedrag voor neerleggen en dan kon je daar een liedje op zingen. En de Vormers kwamen hun cd promoten in een café waar ik op dat moment aan het werk was. Ja. En toen zei al die mensen van, mag jij ook wat zingen, die barkeeper? Dus ja, goed, ik ga wat zingen. En toen zeiden ze van, heb jij niet zin om ook op die cd te komen staan? Ja. En toen zei die café-eigenaar, die zei van, is goed, dan betaal ik dat wel, wat dat kost. Ja. En toen ben ik daar met één liedje opgestaan en daar werd dan een opgenomen. Was Geef Me Jouw Liefde, geloof ik. Nou, dat is geloof ik 25 jaar geleden. En nou zong jij wel eens een nummer, hè, daar. En, want dan ken je de jongens als Piepi van Dijk, hè, zeker. En Dikkie den Daas daar. Zeker. Hè. Ja. En dan ging je altijd een nummer zingen. En dan stond er op een gegeven blik, ken je dat nummer wel, hè? De Tarantella. Ja. Dat gebeurt nog steeds, dat is een hele rage geweest en dat is een lied die komt uit de film De Godfather. Ja, ja. Ik ruik op blote voeten waar. Ik wil nog één keer de postbode? Geweest. Oh, dus niet meer? Nee. Oké. Okay. Ik werk wel bij de post. Ja. Alleen, ik ben wel altijd postbode geweest en ik heb eigenlijk alles al gedaan bij de post. En op dit moment ben ik gewoon binnen. Binnen? Ik loop niet meer buiten en ik ben verantwoordelijk een beetje voor de aangetekende brieven allemaal. Oké, okay, dus, ja. Heb jij dan mee te maken? Ik heb een envelop gekregen. Ja. Gericht aan de heer Teun den Hart, toch? Ja. Maar die heb ik bij mij in de bus gekregen. Hoe ken dat? Uh,
Ja, Herculesplein 281. En jij woont ergens anders, hè? Met een ander pa. Ja, dan moet je klantenservice bellen. Oh, heb je de nummer van? En dan gaan ze dat herstellen. Oké. Okay. Maar jij hebt je nummer van? Niet uit mijn hoofd. Wie denk jij dat er in de Utrechtse zangwereld een Mr. Utrecht en in de, voor de zangeressen Miss Utrecht? Ja, Mr. Utrecht zou, ja, het klinkt misschien arrogant, wel een beetje bij mij ook terechtkomen. Bij jou? Vind ik wel, ja. En dat komt door dat ik het langste zing in Utrecht. Ja. Ik ben al heel lang bezig, dus iedereen kent mij in Utrecht. Ik heb in alle kroegen, alle voetbalclubjes, alle zaaltjes, alle bruiloftszalen al gestaan. Ja. Maar ik denk, om, als je nou je eigen naam een beetje wegcijfert eventjes, hè? Ja. Zou het dan toch niet eerlijker zijn om te zeggen van, nou, dan is Herman Bekin eigenlijk... Oh, sorry, ja. Maar dat is buitenkijf. Dat is de Mr. Utrecht. Dat is de Mr. Utrecht. Maar ik dacht dat je bedoelde iemand die nog steeds actief was. Nee. Kijk, gewoon... Mr. Utrecht is Herman Bekin. Ja. Die heeft zoveel voor FC Utrecht betekend qua liedjes. En die schreef alles zelf. En dat zal nooit geëvenaard worden. Naard worden. En goed, die is er helaas niet meer. En denk ik dat ik toch nooit geen Herman Bekin zou worden. Nee. Ja, dat ik wel in het rijtje thuis hoort van echte Utrechtse volkszanger. Nee. Heb je wat een fles water bij je? Bij ik zei, hè? Ja. Lekker druk, hè, terrasjes? Zeker. Ja. Oh. Nou, je ziet wat hier, hoor. Ja. Kijk, dan heb je toch de Jacobikerk, is dat toch? Ja, de Jacobikerk. Ja. Dan heb je daar... Als ik boven op de dom sta, kijk ik even naar beneden. Naar beneden. Dan zie ik het oude Grachie, het Vreeburg en Wijkzee. Ja, dan springt mijn hartje open, ik ben trots wat dagie wat. Er is geen mooie plekkie als Utrecht, mijn stad. Als Utrecht, mijn stad. Wat was het toch? Of was er nog het andere nog van Utrecht, mijn stadje? Bedoel je dat ook nog? Nee. Nee, Mike, je zegt alleen het eerste stukje. Oh. Je bent weer eigenwijs. Ja. Je wil het hele lied hebben. Oh. Ik dacht van Jan de Tentendeus ken ik niet goed. Nee, dat komt dan niet in voor Jan de Tentendeus. Nee, het was alleen het eerste stukje. Het ging over als ik boven op de dom stond. Okay. Opdracht van de directeur zelf. Okay. En heb ik mij gaan gehouden. Okay. En als het over wordt, doen we het over. Dan doen we er nog een stuk bij. Maar in principe was het alleen, ging het om dit. Oké. Met Aad